Ik leerde vroeger in de eerste klas waarom ons schone beek belangrijk was. De meester zei dat daar onder de grond zich de olie voor heel Nederland bevond. Tot op een dag in het dorp een vreemde kwam, die stelde zich toen voor als meneer Nam. Hij zei: mag ik hier boren in het veld, want onder jullie gras zit heel veel geld. O schone beek met je zwarte goud, het dorp waar iedereen zoveel van houdt. Ja, schone beek, dat kent toch iedereen, met zijn natuur daar midden in het veen. De boerderijen staan daar